Kom op. Oh my god, ik kap ermee. Ik kap ermee. Mijn hartslag gaat zo tekeer. Wow, oh, rustig blijven, rustig blijven. Wat gebeurt hier? Oh nee, ik zit in een watermeloen. Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Lucky Island Minecraft video. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik en Wouter. Of eigenlijk moet ik zeggen Wouter en ik. Oh, ik moet een kit kiezen. Ik heb geen idee wat. Ik doe een diamond blok, want ik heb niets anders gelezen. Nice, die heb ik ook. Oh my god, it's a blaze. Oh my god, wat ik allemaal heb hier. Je hebt zoveel lucky blocks naast elkaar en ik hoor overal vuurwerk, want iedereen heeft een diamond sword. Oh. Maar we zitten niet bij elkaar. Nee, daar kwam... Oh shit. Gaat dood, Blazerot. Daar kwam ik dus pas een beetje te laat achter. Ja, oh, sorry. Oh god. Maar mag je hier teamen of niet? Nee, je mag helaas niet teamen. Shit, want ik heb 6 enderpearls. Wow! Ik heb helemaal niets van gear, maar 6 enderpearls. Oké, okay, laten we elkaar vermijden, zeg maar. Uh-huh. En dan later komen we elkaar ooit wel weer tegen, oké? Oké, dat is het plan. Dus dan gaan we nu gewoon ons eigen gangetje. Ja, is goed. Dus dan, ja, we kunnen wel vertellen aan elkaar wat we hebben, joh, precies. Dat is niet erg. Oké, moet je het raden of niet? Nee. Wie is het? Ja, wie is het? Oh shit, wat doe ik? Oh nee, dat was zo dom. Ik heb gewoon geen blocks en dat is echt... Oh my. Iets wat super naar is. Echt heel, heel naar. Kan ik dit kan ik gewoon niet... Hier krijg ik ook gewoon geen bloks van. Wat is dit? Hoe moet je hier bloks krijgen? Je moet gewoon hout hakken. Ja. En dan maak je een axe en dan ga je die dingen minen. Hey! Ik zit hier met allemaal kippies. Allemaal kippies? Yes! Kippies? Kippetjes. Oh, tuurlijk. Ja, die heb je van een lucky blok natuurlijk. Ja. Oké. Hallo daar. Oh, ik had laatst... Ik weet niet of jij toevallig... Oh. Ja, ik weet niet of jij toevallig... Heb je ooit een kwartel-ei gegeten? Een kwartel-ei? Ja, die heb ik laat... Oh, nee! Ik zag hem niet! Ik zag hem niet! Oh, volgens mij heb ik hem zwaar geattacked! Oh! Echt lekker! Oh, holy shit, dames en heren! Mijn boog is zo overpowered! Ik ga hier naar binnen... En ik ga de komende 5 minuten niet naar buiten. Doei. Later. Holy moly, dat was echt op het randje. Maar dit had ik echt even nodig. Want ik heb een diamond sword en... Lekker. Allemaal goede spullen om jou heel erg bang te maken. Niet doen. Zo eng ben jij. Maar wat wilde jij vertellen? Nou ja, over dat kwartel-ei, of je die ooit hebt gegeten. Een kwartel-ei. Ja, ik zag ze ooit een keer liggen. Ja. En toen dacht ik van, wow, dat is interessant. Een kwartel-ei, het is zo klein. En toen heb ik het een keer gemaakt en ja, ik vind er niks speciaals aan of zo. Nee? Nee, jij wel? Oké. Nou ja, ik vind het ook niet. Ik vond het heel raar, want mijn vriendin die zei 2 dagen geleden van laten we het eten. En ik heb het altijd alleen als decoratie gezien. Maar om even terug te komen, ik lees altijd de comments onder de video die we opnemen. Ja. En mensen zeggen, hey, ik mis Wouter's veetjes. Dus ik dacht, laat ik eens wat vertellen over een kwartel-ei. Ja, doe dat! Want een kwartel-ei, blijkbaar heeft dat genezende krachten. Wow! En dan ben ik serieus, dat als je astma hebt, dan is het gezegd dat als je heel veel kwartel-eieren eet, dat je dan ooit van astma afkomt. Oh, echt waar? Ja, maar ik weet niet of het waar is, maar het is in ieder geval wat ze zeggen. Het staat dus overal. Dat is natuurlijk iets wat heel erg moeilijk te meten is, omdat... Ze zeggen al heel erg lang dat melk goed voor je is. Mm-hmm. Maar toen kwam er, weet ik veel, een half jaar geleden of zo... in één keer uit een onderzoek van een of andere wetenschapper... melk blijkt toch niet goed voor je te zijn. Snap je? Dus ik vind dat soort dingen wel altijd heel erg moeilijk, hoor. Is dat nou waar? Is het niet waar? Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Maar ja, dat is met zoveel dingen. Want ik probeer ook heel vaak gezond te eten. Ja, dat probeer je. Dus dat lukt niet altijd. Nou ja, wat is gezond eten? Is bijvoorbeeld een stukje kaas, is dat gezond of niet? Nou, er zitten vetten in. Ja, maar ook goede vetten. Ja, hou op, Wout, hou op! Ja, het is zo lastig. Ik heb trouwens net een kill, maar... Oh, nice, gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, daar gaan we, dames en heren. Oké, was dat handig voor mij of was dat niet handig? Daar gaan we nu achter komen. Oh ja, volgens mij was dit heel handig. Daar gaan we. Hopsakee! Ja hoor! Oké. Nice. Ik ga ook even iemand killen. Ja, die is dood. Alweer iemand killen?
Ja, yeah, man. Jij gaat bezig. Lekker, man. Jij dat gaat komt heel door lekker. Die kwartel-eieren. Die hebben jou bepaalde krachten gegeven. Precies. De kwartelkracht. Oh, Wouter, ik zie jou. Oh, nee. Waar zit je daar? Ik ben snel gebukt gegaan. Dat doe je wel vaker, hè? Nee, dat doe ik niet vaker, Wouter. Oké, okay, oh ik kom God. Even alleen gezellig langs. Yo, yo. Uh-oh. Wil je een broodje? Oh, holy shit, daar staat Wouter gewoon! Is thuis bezorgd, ik ben weer vandoor. Thanks man, thanks, later! Yo, later! Oké, even iemand killen. Ja, ik ga ook iemand killen en hij dus is zo. Niet dood. Oh, wauw! Maar nu wel. Oh, hallo! Lol, lol! Oh nee, hij heeft het weggehaald. Oh mijn god, hij bouwt het dicht hier. Dit is geniaal. Ik ga op jou jagen, jongeman. Nee! Waar? Nee, niet op jou. Ik bedoel op iemand hier. Ik dacht al, ik ben de vriendelijke man die je broodjes komt thuis bezorgen. Wow, hier zijn zoveel taarten. Dat heb ik nog nooit gezien. Waar is die kerel gebleven? I don't know. Zit jij in het midden of niet? Die kerel is er vandoor gegaan. Is hij ergens? Oh ja, nee, hij zit... Oké, hij zit... Ja, daar rechts achter die pilaar. Hij zit gecrouched. De pilaar waar... Ja, daar. Oh ja, ik zie het, ik zie het! Oh shit, ik moet hem in die TNT gooien. Yes, ik heb lekker hem geraakt. Oké, kom op, nu moet ik hem verslaan. Woehoe. Yeah, daar ga ik. Oh yeah. Oh, ik heb er geen goed gevoel bij. Ik heb hier geen goed gevoel bij. Moet ik het overnemen? Ik ben in bescherming gegaan. Oh. Oké, ren weg. Ren weg. Nee. Neem het over. Nee. Neem het over. Ja, Wouter. Wouter. Yo, ik kom eraan. Ik heb je hulp heel goed nodig. Oké, ik ben er. Yes. Oh mijn god! Oh, ik ben dood! Maar hij is bijna dood! Dat meen je niet! Ja, maar hij is bijna dood! Ik heb superveel damage gedaan! Holy shit, heeft hij jou gewoon dood gemaakt? Ja, ik weet ook niet hoe! What the fuck? Oké, wacht even, hij zit... Ik zie hem... Oh shit! Oh, hij is omhoog gebouwd, Ja, ik heb zie je het, snowballs ik of zo? Nee, maar ik heb wel dit. Daar ga ik, dames en heren. Oh shit, hij zit hier! Nee! Au! Nee! Oh, hij is ook dood! Voor mij! Huh, dus nu heeft iemand gewonnen! Wat een raar einde! Wat de heck? Wow! Dit vind ik denk ik toch wel een van de leukste maps van Lucky Island. Hij heet Party en je bent ook met meerdere mensen, wat ik altijd heel erg leuk vind. En ik neem hier chef, want je bent hier nooit echt zeker van je eten. Prank, daar ben je wel, want je hebt hier altijd hooibergen. Wow! Oh my god, er viel... Wat gebeurde daar? Er viel iemand naar beneden en ik betwijfel nu of het door mij komt of niet. Oeps. Oh, daar ging ik bijna. Oh, er schiet iemand op ons, pas op. Echt, nu al? Ja, nu al. En één iemand van ons team heeft enderpearls. Weet je hoe handig dat is? Lava, pas op. Oh, waarom ga ik hierheen? Dit is zo niet handig. Oh mijn god, daar heb ik nog kippen ook. Oh mijn god, snel. Oh, ik ben er net langs gekomen. Die kerel gaat het moeilijk krijgen, hij staat nog in de fik ook. Hij gaat het echt moeilijk krijgen. Ik ga snel dit weghalen, zodat ik zeker weten ben ervan uit kan gaan dat ik genoeg eten heb. Hopsakee. Ik ben bang dat die teammate van ons... Oh nee, hij geeft mij een enderpearl. Oh, thanks man, nice, thanks. Auw. Super aardig van hem. Wow, dat was ziek. Oké, dat scheelde echt geen drol. Ik had alweer zo'n dingetje wat gaat veranderen naar dat de hele bodem weggaat. Zo'n paars ding. Ja, dat is echt super hatelijk gewoon. Schrikkelijk. Ja, dat is heel irritant. Hé, maar dat maakt het toch wel spannend, hè? Ja. Yep. Oh, ik heb superveel potions. Oh, nice. Tenminste, ik weet niet wat het zijn. Oh, wow, ik schrok even dat het een enemy was, maar dat was jij. Wow, dat was een iron block. Nu ga ik hier even omhoog bouwen. Want hier is er nog eentje. Even kijken. Oh, dat gaat die gast al doen. Oh, dat is jammer. Oh, nee! Nee, oh, wat een geluk! Alweer zo'n gat! Alweer, hoe kan dat? Dat hebben we nu al 3 keer! What the fuck? Zie je dat? Ik heb trouwens ook een enderpearl, dus we zouden naar de tegenstanders kunnen. Ja, ik vind het zo zonde op het begin. Ah, oké, ja, heb je wel. Maar ik heb even wat bloks nodig, dus weet je wat ik ga doen? Hoppakee. Ik heb pas op hoor, pas op. Oh. Ik heb even wat bloks nodig. Boom! Thank you! Kijk. Dat is een handige manier, hoef je niet zoveel werk te verrichten. Oké, wat is onze tactiek? Wow, ik spring er zomaar overheen zonder na te denken. Wat is onze tactiek? Boom. Nou, eerst iemand bouwde naar het midden, maar die heb ik even gekild. Oh, dat heb je heel goed dus gedaan. Dus wij kunnen naar het midden. Oké. Je maakt gewoon even ruimte voor ons. Ja, toch? Ja, ik wil dan wel naar het midden graag nu.
Oké. Even kijken. Er gaat nog een van hun. Oeh. Oei. Oh, zou ik proberen deze te gooien daar? Wow. Die was sick, man. Komt, ja, 1, 2. Wow. Heb ik hem? Nee, net niet. Oh, jouw boog is kapot. Dat is jammer. Oh. Wow, dat deed hij op zich best leuk. Ja. Oké, nu moet ik weer wachten op mijn... Ik heb verder geen axe, ik heb geen wapen, helemaal niks. Mogen we alsjeblieft naar het midden enderpearlen? Ja, gaan we dat doen? Nou ja, ja, ik heb ook geen wapen, maar... Oké, laten we hun dan aftikken. Dan gaan we dat heel sneaky doen, oké? Ja, ja, ja. Oké, dus diamond sword. Oh, pas op, hij gaat schieten. Oh. Oh, wauw, hij heeft... Oh, ik ga het liefst even naar binnen nu. Yo. Zo. Ow. Want dat doet echt pijn als je die op je bakjes krijgt. Maar hoe kunnen we nu aan iets komen? Oh, ze TNT en weer vuur. Oh, ze durven wel, jeetje. Wacht, ik heb... geen gear hebben? Ik heb even wat bloks nodig, dus ik ga weer even TNT. Yeah! Dat blijft toch de leukste wand die er is, hè? Yep. Oh, jeez, man. Sorry. Ik ging lopen hier en opeens die hele wand. Kijk, daar ga ik. Joehoe! Hoppakee. Zo, ik heb al een heel stuk gemaakt. Nice. En... Ik ben zo bang dat ik word afgeschoten, namelijk. Zullen we niet even een wapen maken? 1, 2, 3. Oh, oh, oh. Ik heb een enderpearl, dus ik hou in mijn achterhoofd dat ik die kan gebruiken. Ja, we kunnen op zich wel een wapen gebruiken. Ja, toch? Ja, dat kan op zich wel. Oké, ik ga het even hier doen. Ops, oké. Pas op hoor, daar. Nee, gast, dude, achter je, naast je. Oh. Hij gaat er midden... Lol, die gast staat er middenin. Oh, we zijn echt drama, al die TNT hier. Oh. Hey, maar het helpt wel. Even kijken, ik denk dat ik hier het best trouwens naar beneden kan. Hier zijn nog wel aardig wat lucky blocks. Er zijn nog lucky blocks hier? Ja, er zijn hier beneden, kijk. Even kijken, ik ga er nu heen. Op een heb jij een pickaxe toevallig? Een hele slimme manier. Nee, ik heb geen pickaxe. Wat is dit? Yes, blocks! Woehoe! 36. Yes! Oké. Okay. Dames en heren, check wat hierin zit! Wow! Oh mijn god! Opening. Ja, echt een pack, een goede pack opening, want hier zat een pickaxe in. Een iron pickaxe. Echt? Ja. Nice. Dan kunnen we even een wapentje gaan maken. Hoppakee. Oké, dit is een goede tactiek, dames en heren. Je moet dit moet je zo doen, want anders dan kan het er afvallen. Oké, dames en heren, komt ie. Oh, een slime wand. Yeah. Good stuff. En nu ga ik via een hele slimme manier ga ik weer omhoog. Daar kom ik, Wouter. Pa, 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 pa. Dit is geniaal. Waar ben je? Oh mijn god, het is daar dichtgebouwd. Maar maakt niet uit. Ik laat me niet tegenhouden. Oh, je bent hier. Ja, stop, kijk. Ik help je. Oh, dit gaat heel erg sloom. Yeah. Hallo. Oh, ik heb een zaag trouwens. Wacht. Zo, daar ben ik. Hallo. Welkom terug. Dank je. Wat heb je meegebracht? Nou, even een TNT plaatsen daar. Wat? Oh no! Ik heb meegebracht een, kijk, een iron pickaxe, alsjeblieft. Mm-hmm. Die kan je gebruiken als wapen. Uit. En ik heb een slime wand en ik heb gewoon wat blocks. Dus ja, dat is... Oh, wow! Oh ja, tuurlijk, omdat ik dit heb af laten gaan, is dit allemaal weer open. Oh, holy shit! Ik klikte per ongeluk 2 keer op mijn enderpearl, maar hij ging niet af of zo. Dat was heel raar. Oeh, lucky. Oh lol, er is hier iemand bijna, man. Bouwt hij naar ons toe? Er is hier iemand bijna. Oké, kom eraan. Misschien krijg ik hem er vanaf. Oh, oh shit, ik raakte hem wel. Wow, pas op, we staan even onder vuur. Letterlijk. Ja. Oké, dan gooi ik even snel wat in de... Oké, nu kan ik... Yes, komt ie, een TNT-wand. Wow. Oh, oh, perfect gegooid. Kaboom. Yes, die was heerlijk. Het voelt altijd zo goed als je die goed gooit, dames en heren. Skills. Heerlijk. Even kijken, ik ga ondertussen wat iron... in de ding gooien. Oh ja, dat is handig, ja. Oh shit, onze teammate is dood. Oh shit, ze zijn er! Ze zijn er! Hij is hier. Oké, moeten we niet evacueren? Ja, en de pul ergens anders heen. Yo. Oh shit! Oh my god. Dat was echt stom, we zijn veel te laat, Wouter. Ja, echt. Maar we hadden echt helemaal niets! We hadden niet eens een zwaard, man, of een pickaxe. Nee, dit was gewoon een beetje... Dit was niet lucky. Unlucky was dit. Unlucky island. Zo, dat moest er even uit. En nu heb ik hier zeker een goed gevoel bij. We spelen in de map Ork. Minecraft spelen doe je met een muis, dat klopt. Ik neem een... hey, dat was een beetje lek. Wow, het is sowieso lek. Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb lek. Minecraft speel je met een... Oh, met een...
Gek. Dat ben ik. Yay! Hey! Oh, ik heb een TNT-wand. Mijn favoriet. Lekker. Yes. Ik ga hier snel naar binnen. Ik wil deze lucky block hebben. Woehoe. Ik heb weer een wand. Ik heb twee wands te pakken. Nu wil ik deze hebben. Want? Woehoe. Ik heb blokkies. Oh, thanks voor alt XP. Wie dat ook deed. Ik denk die random dude. Oh, hier nog eentje. Oh ja, die deed gewoon alsof hij een hooiblokje was. Alweer een wand. Ik heb drie wands. Oké, en hier nog eentje. Kom op. Wat zit hierin? Oh, een stone sword enchanted met sharpness. Hey! Ik heb helemaal niets. Oh my god, er komt hier lava van boven. Van boven? Ja, kijk. Oh my god, dat is zo niet handig. Wat? Wie heeft dat gedaan? We hebben echt een beetje lag. Wow, dit is de derde keer dat een blokje... De vierde keer! Oh my god! Wat is dit met die blokjes die altijd terugkomen? Ik heb er zo'n hekel aan. Serieus. Hoezo? Dan kan je meerdere keren openen. Dat is super spannend. Nee, want dit zijn gewoon hooibergen. En die hoeven niet te openen. Dat is geen pack opening. Dat is stom. Zo, oh mijn god. Ik klik erop en dan wil je bewegen om alvast dat hooiberg te pakken. Maar dat lukt niet. Dat is het wel lek. Oh wow, dat is wel heel erg lek. Ik liep langs het vuur. En ik ben al 10 blokken verder, dan ga ik in de fik. Ja, dat is wel, wel heel erg. Ik zie iedereen ook laggy heen en weer gaan hier. Jongen. Oh, hey, maar we moeten naar het midden. Daar zijn zoveel lucky blocks, hè. Dat wil je niet weten. Ik wil niet weten, man. Wat? Mensen, ik word helemaal lijp hier. Ik word echt helemaal lijp. Maar lag is ook zo irritant. Het is echt een van de naarste dingen in het leven. Ik durf ook... Oh, daar is nog een lucky block. Nice. Ik durf trouwens ook gewoon niet te bouwen nu. Omdat ik bang ben dat ik door die lag dat ik gewoon naar beneden ga flikkeren. Mm-hmm. Dat is niet zo heel gek, toch, om te zeggen? Nee, dat is niet heel leuk. Dat is een perfecte excuus om een keer te gaan campen. Oh mijn god. Uh-oh, it's a blaze. Oh no, it's a trap. It's a trap. Oh, wat een goede bescherming. En nu ga ik hem pakken. Waha. Oh. Waha. Kom maar, iets dichterbij nog. Oké, ik plaats even één blokje. Wow, what the fuck. Kijk, dit vind ik zo eng. Yep. Oké, ik ga je één keer slaan. Kom op. Oh my god, ik kap ermee. Mijn hartslag gaat zo tekeer. Wow, rustig blijven. Wat gebeurt hier? Oh nee, ik zit in een watermeloen. Wat? Ik zit in een watermeloen? Ja, ik maakte hem kapot en ik liep erheen en nu zit ik erin. Ik ben hier helemaal boven en ik probeer het brand uit te maken. Mensen, wat een lek, hé. Jongen. Hebben jullie dat ook? Even vragen of hun het ook hebben, anders dan ligt het gewoon aan ons. Maar dat lijkt dat me sterk. Dat kan bijna niet. Nee, dat kan echt bijna niet, nee. Zo, ik haal dit even weg. Dit vind ik stom. Geen vuur, geen lava. Straks sta ik in de fik. Oh, nice, ik zie hier opeens uit het niets, dames en heren. Iets heel erg leuks. Oké, komt-ie. Hoppakee. We gaan een Lucky Block open. Lucky Block? Lucky Block, yes, een slime wand. Woehoe. Nice. Oké, dan gaan we nu hier naar beneden. Ik hoop niet dat ik in één keer naar beneden val. Dat zou een beetje lullig zijn. Wow. Wat heb je? Holy shit, dames en heren. Zo, ja, dit moet je gewoon terugzien. Dit was echt niet normaal. Ik riskeerde mijn leven echt op een hele enge manier. Hallo. Ik kan je ook nooit even... Wow. Sorry. Zo, daar groeit een boompje vanaf nu. Yay. Oh, wie heeft hier... Oh, hier beneden is een trap, hè. Laten we deze even killen, man. Deze... Kijk, dat bedoel ik. Hij is gekilled. Oh, zag ik nou daar iemand verderop? Nee, iedereen is een beetje naar midden aan het bouwen. Ja, maar wij kunnen niet door die lock. Yep. Jongen, hebben jullie dat ook? Oh, Enzo, ik heb spullen voor je, zegt hij. Oh. Oh ja, die heeft het volgens mij mij gegeven. Wat heb je dan? laten we naar het midden gaan. Oh, hij heeft een block of iron gegeven mij. Thanks, bro. Oh. Thanks, Milano 712. Hoppakee. Kan ik toch wel even een helmpje en boots mee maken, hoor. Dat scheelt wel heel erg. Dat is echt super nice. Props naar jou, man. Props naar jou. Hoppa. Alright, ik ga alvast naar het midden bouwen, want dan gaan we een beetje een versnelling gooien in dit alles. Waarom? Als ik zo'n slijmblok gooi bij iemand anders, gaat die als eerste op mij af. Dan denk ik echt van, yo, ik heb jou gebaard, man. Ja, what the fuck. Oh, ons teammate is naar het midden aan het bouwen. Echt super veel respect voor deze man. Echt super nice. Ik ga hem helpen. 1, 2, woehoe.
Zo. Met de slijmblok. Dat is nice, hè? Nee, nee, nee. Kijk, kijk, kijk hoe ik dit heb gedaan. Ja, ja. Heel erg mooi. Ja. Is mijn tactiek dit. Een mooi boompje. Je moet wel oppassen, want daar ging ik dus laatst dood aan, hè? I know. Ah, je snapt precies wat ik bedoel. Kijk, nu ga ik het in de fik zetten. Zo. Is hij nou doorgebouwd? Oh nee, hij heeft niet doorgebouwd. Nee, 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 hij is hier bezig, blokjes aan het verzamelen. Ik ga hem wel even meehelpen. Oké, ik moet ga wel doorbouwen. Ik moet heel stom, moet ik gewoon dirt kapot slaan. Echt heel skeer gewoon dit. Zo goedkoop. Ja, echt heel goedkoop. Maar maakt niet uit. Het werkt, dames en heren. Precies. Ik snap het niet. Zien jullie dat? Ik sla iets en dan gaat het weer heel even terug en dan gaat het weer kapot. Echt heel, 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 heel apart en frustrerend. Maar ik zie dat jullie heel erg verantwoord bezig zijn met de groene energie hier. Zeker, zeker. Dat doen jullie heel goed. Oké, ik ga springen. YOLO. Zo, ik ga hier eroverheen. Hopsakee. Kom maar op met die blokjes. Kom maar op met... Oh, er zijn hier mensen. Ja, ik neem een golden apple in. Oké, let's go, let's go. Ik ga op jacht, dames en heren. Oh, ik zie hier iemand met een diamond sword. Die wil ik hebben. En hij heeft heel mooi armor. Ik wil het allemaal hebben. Ik wil het allemaal hebben. Eén iemand killt de ander. En nu kill ik hem. Want dan krijg ik alles. Mohaha. Zo werkt het in deze wereld. Yes. Woehoe. Yes. Oh mijn god, ik ga dood. Wouter. Nee. Ik ben dood gegaan. Hoeveel levens heeft hij? 199. Hoe kan dit, dames en heren? Ik heb hem zo vaak gehit. Je zou denken dat hij Bruce Lee is. En ik gewoon een kikkertje die hij doodtrapt. Kijk hem dan, hij leeft nog steeds. Wat een lelijkerd. Oh god, ik ben achter hem, maar ik durf hem niet aan te vallen. Val hem aan, dude. Ik heb niets, ik heb alleen mijn vuisten. Zie je, dat bedoel ik. Die noob valt gewoon neer. Hij valt gewoon dood neer. En door hem ging ik dood. Weet je, ik ga dit voor jou doen, Enzo. Ja, dankjewel. God bless Wouter. Ja. Oh mijn god. God bless Wouter. Oh my god, is dit Selena van Selena Gomez? Oh my god. Ik ga gewoon een beetje trollen in de chat, oké? Okay? Kom op, go Wouter, woe! We diamond voor je. Alright, yeah. Ik ga dit voor je doen. Oh, Dodo, oh my god. Yo, yo, mensen, wil je een shout-out doen naar iemand? Doe het nu in mijn video, vanavond online, woehoe! Shout-out naar Wouter! Yeah, hey, ja, ik wist, oh my god, Selena Gomez. Oké, dude, ik ga tijd voor wat actie. Ik ga een landje van 5 man aanpakken, oké? Okay? Ben je er klaar voor? Landje van 5 man? Wacht, dat wil ik zien. Waar ben jij? Oh, daar, ik zie jou. Oh nee, daar ben je niet. Voor? Oh ja, daar. Ja, ik ben er klaar voor. Heb je een enderpearl dan? Ja, ja, ja. Oké, okay, let's go! Alright, even kijken hoe lang mijn ding is. Oh nee, dat klinkt heel raar. Hoe lang mijn... Ga ervoor, Wouter! Yeah. Alright, let's do it. Ik ga proberen eerst helemaal naar boven te komen. Oh, dat heb je super sick gedaan. Pak hem. Yeah, man. En ik sta aan de fik. Yeah. Oké, dus iemand... Oh, ja, pak hem eerst maar. Au. Ja, dat was pijnlijk. Oh my god, hij vlucht gewoon. Ik zou niet achter hem aangaan. Er is daar iemand boven. Die is het belangrijkst. Oh, die blaze wand schoot op hem. Oh, dat was super goed in jouw voordeel, man. Alright, dat is de eerste. Oké, achter je. Precies op dezelfde plek waar je diegene hebt gekild. Hij staat er nu boven. Achter je, dude. Achter je. Ik pak eerst die. Hij nee, maar die achter je heeft je door. Die achter je heeft je door. Die zit vlak op de hielen. Yo, dat is prima, maar ik pak hem. Oh, Woutertje. Oké, achter je. Juist. Yeah. Oké, okay, goed. Yeah, man. Goed gedaan, Wouter. Don't mess with the dodo. Oh, yeah. Je hebt er nu 3 gekillt. Dus nog eentje te gaan van dat team. Oh, makkie. Even kijken. Hij houdt zich schuil op het andere eiland. Maar waar op dit eiland? Dat ga ik uitvinden voor jou. Ik zie hem hier nergens. Hij zit vast ergens verstopt hier beneden. Uit. Tenminste, dat lijkt me wel het slimste van hem. Want jij bent veel, veel, veel sterker. Mm. Wacht, ik ga even kijken door middel van 1. Even kijken, waar is deze? Oh ja, die hoort bij ons. Die Milano ook. Alleen die Legend niet. Mm-hmm. Oh ja, er is nog maar 1 over die je moet killen. Dat is die Legend. En, die zit op het eiland waar je net vandaan kwam. Oh, daar? Ja, dat is de allerlaatste. Dan hebben we gewoon gewonnen. Nice! Nou, dat zou wel leuk zijn, zeg! Heerlijk, Wouter! Dat heb ik goed gedaan, man! Holy shit! Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe aflevering om 7 uur. En dan zeg ik, zoals heel erg vaak, dikke, vette...